Godsamme Bram Krik! Bram motherfucking Krik! Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Calvijn. Ik ben hier met the one and only Dorre Bram. Dorre Bram? Yay! Welkom bij een nieuwe aflevering van Bram in de Buurt. Wij zijn niet brutaal. Harpoenie wil ik kaal. Leuk dat jullie kijken naar de allerlaatste episode van De Dikste Dealer. Ik ben de afgelopen 4 afleveringen de strijd aangegaan met een aantal prachtige mensen. Ik heb 2 keer gewonnen en ik heb 2 keer verloren. Oh. Wat betekent dat het gelijk staat en dat jij het verschil gaat maken vandaag. Wat goed. Ja. Oh. Oh, dat doe jij altijd. Hilarisch. De bedoeling van vandaag, ik pak even de envelop erbij. Ik maak hem even open. Wij krijgen vandaag allebei de tijd, 6 uur om precies te zijn, om al het spul wat we in de afgelopen afleveringen hebben gekocht, wat nog over is gebleven, te verkopen via Marktplaats. Oh, maar dat komt goed uit. Ik ben de master of skills van selling. Dat doen we niet vanuit hier. Wij gaan naar ons hoofdkwartier. Daar gaan we alle spullen uitstallen. En dat doen wij met mijn prachtige busje. Heb jij een busje? Ik heb een busje. En daar gaan wij nu in. Tijd voor de finale, dames en heren. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Let's go, papies! Let's go, bitches! De afgelopen 4 weken heb ik samen met mijn tegenstanders allemaal verschillende shit gekocht. Alles wat hiervan over is gebleven, gooien we op een hoop. Al deze producten krijgen een vaste prijs. En het is aan mij en Bram om zoveel mogelijk te verkopen via Marktplaats. Degene die binnen 6 uur de meeste producten heeft verkocht, kan zichzelf benoemen tot de dikste dealer van 2019. Let's go! Zullen we iets zingen? Laten we wat zingen. Juist. Oh. Beetje kanten. Kant, ja. Godsamme, draaien. Auw. Ah, oh, shit, boer. Nee, dit gaat helemaal... Ja, ga maar. Oh, kleren. Oké, we zijn kutdeuren. Als ik in mijn handen klap, is alles in één keer helemaal uitgestald. Welkom in de headquarters, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben alles uitgestald van wat wij in de afgelopen afleveringen gehaald hebben. En alles wat niet gekozen is door de desbetreffende personen gaan wij vandaag verkopen. Ja, superleuk. Yes. Zal ik je heel even meenemen door... Kom. Oké, neem even mee. Dit is het springkussen. En kost maar liefst 15 ekkies. 15 euro? Alle knuffels, 2 euro. Alles voor 2 euro? Nee, per knuffel. Met uitzondering van de Furby. Furby is 50 euro. Dat betekent dus dat we... De komende uren hieraan vastzitten. Ja. Kut, even weg. Dit is echt een... Het kastje is 100 euro. 100 euro? Maar het is designer, hè. Dan hebben we hier een tafeltje. Voor maar liefst. 5 euro. Nou, dat is geen geld. Dat is geen geld. Dan hebben we hier de kleding. Die allemaal verschillend geprijsd is. Van 10 tot 20 euro gevarieerd. Mocht je het willen verkopen, vraag het aan de productie. Spelletjes. Spelletjes, leuk. Voor 3 euro per spel. Pirates, zakgeldspel, Cinderella, puzzel. Ja. Nog meer kaarten, nog een puzzel erbij. Nog een puzzel. Alles is compleet. Ik merk het. Leuk, leuk, leuk. De klok. De klok. Nou, wat, mag ik een gok doen? Doe een gok. Hooguit 3 euro. 15 euro. 15 euro. Ja, zeker. Het is een Vlaams designer uurwerk. Ja. Het is niet zomaar een klok. Nee. Dan komen we aan bij het slotste, crème de la crème. Hetgeen waar het vandaag eigenlijk allemaal om draait, de Wii U. Ja. Voor 100 euro, inclusief Super Mario Bros. Tot zover, even alle producten. Het gaat er dus om dat je zoveel mogelijk verkoopt. Dus niet dat als je deze verkoopt voor 100 euro, dat je dan binnen bent. Nee. Zo werkt het niet, dames en heren. Het gaat vandaag om kwantiteit. Ben je er klaar voor? Ik altijd. En laten we niet vergeten dat we ook nog allebei een hulplijn hebben die we kunnen inzetten. Ja, want wat was dat ook alweer? Er zijn 3 hulplijnen. Of je mag een beste vriend of vriendin inschakelen voor hulp. Of je zet de ander een half uur stil. Of je zet de telefoon van de ander uit voor een half uur. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Go sell some shit, Bram. Yeah. Oh ja. De 2 auto's die we gekocht hebben in aflevering 3 hebben we even achterwege gelaten. Een auto verkopen binnen 6 uur leek ons net iets te lastig. Let's go, bitches. Bram, heel veel succes. Joe, jij ook. Ik ga dit even verkopen. Ja, ga even weg. Ja. Ik heb besloten om te beginnen met het springkussen. Er zit alleen niet heel veel lucht in.
goed, nu gaan we echt beginnen. De klok. En laat deze klok nou net in het interieur hebben gehangen van Samson en Gert. Ik voel het gewoon en ik weet zeker dat een gek hier grof geld voor neer gaat leggen. Ja. Nee, oké, wacht even. Ja. Oh, hier, godver. Goed, de klok. Een goede foto is het begin. Top. Wat is de conditie van de klok? Altijd zeggen dat iets zo goed als nieuw of nieuw is, anders gaat het niet weg. Beschrijving. Aangezien ik barst van het geld, mag hij weg voor 15 euro. Nee, wacht, dat is niet geloofwaardig. Plaatsadvertentie. Ja, nou, hier staat hij dan. Nice, nou dat is één. Ik ga even nadenken over wat de meest geniale advertentie is die je kan maken. Ik zit eraan te denken om gewoon om een reclame te maken. Want als ik dan mensen doorverwijs naar de marktplaatsadvertentie, dan moet het niet anders kunnen dat hier straks iemand voor 15 euro dit ding komt ophalen. En dan zetten we hem hier neer en dan maken we gewoon een foto dat ik erop zit. Oh, sorry meneer. Sorry. Sorry. Matthijs, cameraman, ik heb even je hulp nodig. We gaan snel de foto maken. Hallo mevrouw, mag ik u iets vragen? Vinden de kids het misschien leuk om heel even op het springkussen te zitten? Ja, maar dit is allemaal van die troep. Dit krijg je toch nooit weg? 2 euro per knuffel. Wat is dit überhaupt? Oh ja, het is een kussen. Nou, dit is dan nog wel leuk. Laten we een combi deal maken. Ik pak even de leukste. Deze is leuk. Kunnen we dit verkopen als diddel? Deze is leuk. Die is leuk. Dit is schattig. Leuk. En ja, de piemelvogel. Hartstikke leuk. Belangrijkste eigenschappen. Snoezig. Plaatsadvertentie. En dat is 2. Het geld stroomt binnen. Kelvin is natuurlijk nu ook gewoon dingen aan het plaatsen. Hij heeft hem nog niet geplaatst. Maar wat is die jongen aan het doen? Ik heb al meerdere advertenties geplaatst en hij heeft nog helemaal niks. Ik ga even nadenken. Ik heb nu 1 foto van mezelf, 1 foto met een klein kind. Ik had echt beter iets anders kunnen kiezen, maar oké. Wat is hij nou aan het doen? We kunnen hem nu ook jatten. Hij komt binnen, komt. Ik ben een brandkrik! Brand motherfucking krik! Ik wil hem nu verkopen. Help. Wat ben je nou aan het doen, man? Gek! Wat ben je aan het doen? Ik wil hem even. Ja, nee, maar het. God. Help! Help! Oké. Okay. Jezus. Oké, okay, we moeten een beetje tempo maken. Dat maak ik hieruit op. We moeten even een beetje gas geven. Dag meneer. Dag. Mag ik u iets vragen? Wilt u even op mijn springkussen? Mag ik dan een foto van u maken dat u erop bent? Oké, okay. Stap erin. Ah, wat een lul. Hij is het nu gewoon aan mensen op straat aan het verkopen. Dan wil ik blijdschap zien. Wat een lul. Topper. Dankjewel. Ik heb nog een idee. Ik wil eigenlijk mijn Instagram inzetten om wat meer reuring te creëren rondom dit luchtkasteel. Ik ga even een echte reclame maken. Yo, ik ben Calvijn en vandaag verkoop ik aan jou voor 15 euro een springkasteel. Dit geweldige springkussen is leuk voor alle leeftijden. Kijk maar naar deze zeer tevreden klant. Kan jij niet wachten om een sprongetje te wagen in de diepe? Swipe omhoog en jump naar de marktplaatsadvertentie. Ja. Nou, ik ben nu al een tijdje bezig, maar dit is natuurlijk gewoon troep. En veel te duur, dit gaat nooit weg. Dus we gaan het even helemaal anders doen. Ik tief gewoon alles op Marktplaats, gewoon alles wat hier staat voor het juiste bedrag. En dan ga ik gewoon een vriend van mij bellen en die koopt het dan allemaal op. Want ja, die joker heb ik. Ik mag een hulplijn inschakelen. Er is niet gezegd dat die niks mag kopen. Win ik deze serie? JJ Boske, Nina Waring, Day, Nesim, I got your back, bros. En dan kan ik de rest van de tijd gewoon lekker besteden om Kelvin het leven zuur te maken en even op het terras te zitten. Dus ik ga even lekker aan de cola. Zo, Mr. Kelvin. Ja, ik ben eigenlijk al klaar. Oké, okay. Dus ik ga even een colaatje drinken. Ik wou het eigenlijk hier gaan drinken. Oh. Op deze plek. Nou, die is helaas bezet. Oh. Ik wil toch echt hier zitten? Oh, dan hebben we een probleem. Ja. Dus misschien moeten we dan even om vechten. Dat denk ik ook. Hey. Gek. Niet?
Nou, wie haalt de koning? Dankjewel. Doeg, doeg. Nice. Ik heb mijn advertentie af. Ik moet hem alleen nog eventjes op marktplaats zetten. Ik ga even naar binnen. Let ik op het luchtkussen? Ja. Ja. Joe, bye. Mijn allereerste product staat op marktplaats. Het heeft even geduurd. Alleen hij luidt als volgt. Heerlijk springkussen voor alle leeftijden. Geniet van deze prachtige kleurrijke eyecatcher als goed vertier. Of gewoon lekker om je tuin mee op te fleuren. Wees er snel bij. De geruchten gaan dat de beroemde Calvin er ook op heeft gezeten. No, wat een loser. Dat is mijn verkooppraatje. Ik wil even snel alle andere dingen er ook op zetten. Dus ik ga niet zo groot uitpakken als bij het springkussen. Dan ga ik die story plaatsen op Instagram. En dan hoop ik dat alles en iedereen hier zo snel mogelijk komt om alles op te halen. Dat is mijn tactiek en dat gaat hartstikke hard lukken, dames en heren, jongens en meisjes. Het is tijd om even wat advertenties te knallen. We kunnen ook dat springkussen. Yo! Wil u hem meenemen gratis? Ja, neem je mee? Doeg! Nice. Dit is heel goed, Nou, heerlijk colaatje erbij. Bram Krikke. Oh, hey. Ja, er is een koper voor je. Ik weet alleen niet waar dat springkussen is. Nee. Die is verdwenen. Die is weg. Wat voor tikke. Dat is jammer. Want je wou het springkussen kopen? Ja, hij is weg. Hij is verdwenen. Dat is heel vreemd. Oké, dan ga ik heel even om het hoekje lopen. Oké, doe je. Ga jij even, jij hem even om het hoekje? Dan pak ik hem eventjes. Dat ding is gewoon echt weg. Dan ga jij maar even lekker om het hoekje lopen, tuurlijk. Weet je, loop een heel blokje om. Dat ding is weg. Tering, Bram. Ja, maar wat wil je ermee doen? Wil die hem weer meenemen? Dit kost alleen maar tijd. En de deal zal rond. Godverdomme. Ach, godver. Ja, kijk, ik kwam hem tegen ineens. Oh, wat fijn. Bram, ik wens je super veel succes. Hey, jij ook. Love you. Celse. Oké, dit was leuk, leuk geprobeerd van Bram. Maar hij is me wel een beetje, hij is wel mijn tijd aan het verspillen. Dat is het enige wat ik een beetje fucking... Ik ga ook gewoon gebruik maken van het feit dat ik eventueel wat fans heb. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb op mijn marktplaats advertenties heel veel staan. Dus allemaal verschillende soorten dingen. Kom gezellig langs in Amsterdam om ze op te halen. We hebben een beller. Ik zag de advertentie op marktplaats, een springkussen. Wat heerlijk. Wil je hem komen ophalen? Ja, dat is goed. Kom eens aan. Oké, dankjewel. Oké. Lekker. Ik ga gewoon de rest ook nog steeds gewoon allemaal opzetten. Dan moet het wel goed komen, denk ik. Hallo. Dag mevrouw. Hallo. Hoi, ik ben Sanne. Kelvin. Hoi. Hey Sanne. Dit is hem. Dus wil je hem alsjeblieft van me meenemen? Tuurlijk. Oké. En hij is niet lek. Hij is een beetje leeg, maar hij is niet lek. Ik zie dat inmiddels Kelvin al wat meer items online heeft staan. Wat ik nu ga proberen is als een koper hem te benaderen. Zodat hij die dingen reserveert. En uiteindelijk kan ik ze dan daadwerkelijk verkopen. Zo simpel is het. Wat wordt mijn stemmetje? Wordt dat meer zeg maar zo? Of misschien een beetje zo meer? Geen meer een beetje als een Geert Wilders. Wordt het meer zo? Ja, dat is wel een leuke. Hallo. Goedemiddag. Hallo, je spreekt met Geert Wilders, de enige echte. Ik zag dat u meerdere pluche beesten te koop zet op de marktplaats en ik was erg geïnteresseerd. Hoeveel zijn dat er dan totaal? 15. Of wilt u meer of minder? Minder. Altijd minder. Dag. Dag. Wat zijn we nou aan het doen? Ik heb eigenlijk wel zin om die jurk te verkopen. Laten we dat gewoon doen. Even die jurk verkopen. Dat is een mooie jurk. Bram. Hey. Ik was net even aan het testen of ze het doen. Ja, ik wou eigenlijk even naar de jurk. Als je dat niet erg vindt. Oh. Wat ga je met het jurkje doen? Verkopen. Ik laat je verder. Doe gewoon je ding. Ja, je haalt me helemaal uit mijn element. Ik ga even naar buiten. Oké, dag. Doei. Kan jij een foto van mij maken? Een foto van jou maken met buiten? Mijn telefoon? Of met jou? Met mijne. Ja, natuurlijk. Wil jij die jurk ook gaan kopen straks? Wat wil je daarvoor hebben? 25 euro. Eigenlijk, als je hem toch al gaat kopen, wat doen we dan moeilijk? Hoppakee. Nou, die zetten we dan even op Marktplaats. Nou. Prachtig. Heb jij die Marktplaats app? Ja. Als je ons ziet. Mijn. Ja, die. Nee, is dat... God. God. Nou, kan je me bellen op het volgende nummer? Hallo met Bram.
Hallo, je spreekt met Jeannot. Ik zoek een roze jurk. Ik zag dat jij die had. Ik heb die. 25 euro. Nou, top. Oké, okay, joe, tot zo. Hoi. Doei. Oh, je bent er al. Ik ben er al. Snel, hè? Dat is leuk. Kijk, 10, top. Dankjewel. 15. Maak 25, 25 euro. Dan is die jurk van jou, jongen. 25 euro. Goeie deal, hè? Goeie deal. Ruikt dat lekker? Heerlijk. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Koop je nog van mij? Ja! Verkocht! Dat is fantastisch. Hey! Hi! Ja, hij zegt dat we een cursus skileren erbij kunnen krijgen. Kunnen ze er gewoon bij krijgen, geen probleem. Ja, wat staat er voor jou tegenover, hè? Cursus skileren, dat is wel net dat... Cursus skileren. Laat ik bij het begin beginnen. Hou ze even vast. Ja, zullen we dit? Hand erop, hand schudden. €7,50. Wacht even. Ik heb ook heel veel knuffels. Kijk, zitten zelfs vlekken op. Niet doen, niet doen. €7,50 voor de skiers. Ja, kom, we gaan ze aan het skiën. Fucking lekker. Maar dat is zielig. Fucking wel. Wil jij 5 knuffels van mij? Ik heb de money. Wat is dit? Wie is deze? Wat doet deze man? Kan je 5 knuffels? 10 euro. Ja, nice. Anders vind ik het zielig. Ja. Yes! We gaan een boekje kopen. Juist. Meest Kees op kamp. Een boekje. Stop. Dan heb ik ook nog een spelletje van... Nee, trek ik een lijn. Dat gaan we niet doen. Ik wil het boekje. Pam, ga jij even lekker met je nieuwe vriend even knuffelen? Ja. Oh, ik zie een playbunny. Ja, die wil ik. Ja? Verkocht! We kunnen nog 3 knuffels erbij. Een rat. Ja. Verkocht! Nijntje met vlekken. Ja. Verkocht! Het hondje krijgen jullie dan ook. Hier is de money. Alsjeblieft. Weet je wat dit betekent? Ik heb even in 1 klap, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dingen verkocht. What's good, Bram Krikken? Dit is kut. Ik had dit eigenlijk niet verwacht. Ik dacht, het blijft bij dat stomme springkussen, maar hij heeft toch al best wel veel mensen al gestrikt. Dus ik moet toch wel zo langzamerhand aan mijn joker gaan denken. Want ik voel het een beetje als los zand nu uit mijn handen glippen. Dat is niet de bedoeling. Oh, wacht even. Nee, dit is... Hé, wat top! Hallo Bram, is de Wii nog beschikbaar? En of die beschikbaar is. Ja, nee, dit is top. Straks heb ik die joker niet eens nodig. Mijn telefoon ontploft. Dat is echt niet normaal. Ik krijg zoveel reacties op al mijn dingen. Ik zag jouw marktplaatsadvertentie van de klok. Wil je die van mij hebben? Ja. Wat geweldig, dan gaan we dat toch regelen. Waar kun je naar Amsterdam komen? Ja. Dag, doei doei. Kijk, het begint te lopen, dames en heren. Ik wil een vraagje over mijn springkussen. Nee, hij is helaas verkocht. Maar je kan wel wat anders leuks kopen. Koop een paar knuffels. En dan stuur ik ze naar je toe. En dan heb je precies wat je wil in je leven. Ja, goed. Yo, hoi. Doeg. Ja, kijk, dat kunnen we ook gewoon doen, hè. Kunnen ook gewoon opsturen. Ik vind het wel lekker gaan. Dag, je spreekt met Kelvin. Hoi, met Celia. Hoi. Hey, ik bel voor Nike's die ik op Marktplaats zag staan. Ga die Nike's? Zou ik die van jou kunnen kopen? Dat zou geweldig zijn. Dan stuur ik ze naar je toe. Heb je ze morgen? Ja, tuurlijk. Top. Oké, dankjewel. Doei. Hoi, hoi. Ik zeg het je! We zijn aan het vlammen, papi. We gaan gewoon pa. Ja hoor, ik ben hier met... Misha. Je bent helemaal hier naartoe gereden voor... Deze klok. 15 euro. Maar je bent nu al een held. Dankjewel. Yes, yes, yes. Money, hallo. Hi. Ik ben Bram. Hi, Sophie. Hi. Astrid. Hi, Astrid. Nou, kom mee. Dit is hem dan. Het is wel 100 euro. Oké. Maar dat wist je al. Ja. Kan je betaalproef sturen? Ja. Weet je wat? Speciaal voor jou krijgen jullie ook nog een knuffel. Nou, alsjeblieft. En dan krijg jij deze. Een betaalverzoek. Ja, ik stuur hem nu even jouw kant op. Yes. Money. My money, haha. Ka-ching, bitches. Ka-ching. Ik vond het niet zo leuk dat jij mijn opblaaskussen had verstopt. Nee. Dat vond ik ook niet leuk. Nee, dat snap ik wel. Nee, dat vond ik akelig. Dag meneer. Oh. Hallo. Wat dacht jij? Ik kom gewoon langs. Ik zag jullie, tenminste heb ik die van jou. Ja, ja. Hij komt voor mij. Maar nu je mij ziet. Luister, Matthijs, kijk even goed om je heen. We hebben allerlei fantastische producten. Denk je nou, hé,
Ik wil lekker pantoffeltje. Ja, je past er niet eens. Nee, maar ik laat hem even alle opties zien, alle smaakjes. Ik heb voor jou nog, want hij weet niet eens waar die ligt momenteel. Wat? De Furby. Collectors item. Ik denk als je hem na deze show online gooit, dan kan hij misschien wel voor 5 keer meer over de kop. Ik heb een tintje. Ja. Dus dan gaan we voor die mooie pantoffels. Kijk, we gaan voor de mooie pantoffels. En van wie ga je die kopen? Voor wie? Van wie? Van dankjewel, wat leuk. Van mij. Godver. Ja. 2 slofjes voor jou. Top. Dat wordt dan 10 euro. 10 euro. Dankjewel. Zoals je ziet, het loopt storm. Het loopt zeker storm. Ik ben ook wel benieuwd hoe... Ja, maar jij bent ook zo'n smiecht. Jij deelt het dan op je Insta. Ja, tuurlijk gaat het lopen. Wat denk jij dan? Ik dacht, we gaan gewoon mano aan mano. Dat doe ik ook. Ik had ook verwacht dat jij hetzelfde zou doen. Dan had ik zeker gewonnen. Maar ik win alsnog, want ik heb nog een joker achteruit. Okay. Maar die heb jij nog niet door. Nou, ik heb vernomen dat wij ongeveer nog een half uur hebben op de klok. Nou, dat komt precies goed uit. Dan ga ik jou vanaf nu verbieden om je telefoon nog te gebruiken. Nee! En dan... Nee, maar dat kan niet. Nee, maar dat hebben we niet afgesproken. Jawel. Nee, maar dit was... Je wist de regels. Godverdimme. Wat is het? Waarom ben je ineens boos? Dan geef ik jou ook een time-out. Oké. Kan dat? Ja, dat kan. Nou. Dan ga ik even mijn spulletjes verzenden, want ik moet even naar het postkantoor. Hoezo spulletjes verzenden? Dat is toch alleen ophalen? Nee, ik kan ze ook verzenden. Ik ga even mijn pakketjes verzenden. Nou, zorg ervoor dat ze niet klikken. Nee. Ga vooral naar het postkantoor. Okay, heel lang en ver. Doei, dag. De groeten. Doeg. Ja hoor. Dames en heren, ik sta voor het postkantoor. Ik moet toch een half uur wachten, ik kan praktisch niks. Dus ik ga even deze 2 op de post doen. Ik moet die online frankeren via Marktplaats. Ik mag mijn telefoon dus niet gebruiken. Dus ik doe dat via mijn laptop, want daar moet het ook gewoon op kunnen. Eerst hebben we deze. Ik heb een barcode. Ja? Die kan je scannen als het goed is, hè? Ja, normaal gesproken zou ik dit gewoon lekker even op mijn telefoon doen, maar dat zit er vandaag helaas niet in. Ik heb een barcode voor je. Ja. Hey. Hey, hallo. Ik ben Bram. Ik ben Jonna. Ik kom hier. Jonna. Voor een café. Ja, voor mij kom je dan. Ja. Nice, wat leuk, wat leuk. Wat wil je kopen? Ik weet niet, ja, wat vind je leuk? Puzzles hebben we. We hebben hier, kijk, Minions. Cars. Ken je Cars? Ja. Ja, dat is niet zo leuk. Hoeveel kost dit? 3 euro. Ja, wil je deze? Ja. Wil je nog meer? Deze kost? 2 euro. Oké, dan wil ik deze 2. Nice, dankjewel. En veel plezier met je spellen. Alsjeblieft. De tijd is over, voorbij. Het is sloes, het is eind. Het is klaar. Heb je het als leuk ervaren? Nee. Nee. Okay. Ik vond het heel stressvol. Ja, dat was het ook wel. Ik dacht eerst van, leuk video met... Nee, Kelvin. Hoor. En toen begon het eerst met dat gesjouw. Dat vond ik al niet leuk. Ten tweede verloor ik alle controle. Ja. En ten derde... Maar jij hebt me echt lopen dwarsbomen. Hè? Je hebt echt nepbelletjes, dingen verstoppen. Gewoon echt helemaal... Maar je hebt mijn spullen gejat. Je hebt het echt... Jij hebt het ook smerig gespeeld. Ja, maar alles voor de winst. Heb je überhaupt wat verkocht? Ik heb wel meerdere dingen verkocht. Oké. Okay. Ja, ik heb ook grof geld ermee verdiend. Potverdorie. Ja. Weet je uit je hoofd hoeveel je verkocht hebt? Ik dacht iets van 9 stuks. 9 stuks? Ja, 9 stuks. Je hebt 9 producten verkocht. Knappe score. Ja. 9 dingen verkopen via Marktplaats. Maar hoeveel heb jij er? Ja, ik heb een vergelijkbaar aantal. Het is niet hetzelfde. Nee. Maar het zit wel daar een beetje in de buurt. Oké, okay, want het is... Ik heb... 13 producten. Niet! Ja hoor! 13? Nou, inclusief het fucking springkussen. Die jij hebt verstopt. Maar jij hebt je smerige Instagram ingezet. Ja, dat klopt. En ik niet. Daardoor ging het helemaal geweldig. Fuck dit. In de afgelopen 5 afleveringen hebben we gestreden en heb ik gewonnen en verloren. Maar ik kan mezelf officieel de dikste dealer van 2019 noemen. En daar ben ik trots op. Bedankt voor het kijken. Bra! Rustig. Rustig, Bram. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Abonneer vooral niet op Bram.
de ballen. Ja hoor, papies en papinnen. Dit was alweer de allerlaatste Dikste Dealer aflevering van dit seizoen. Laat me weten in de comments of jullie nog meer Dikste Dealer willen. En misschien zie ik jou in seizoen 3. Mijn naam is Calvijn. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. Tot de volgende keer.